Hier slapen jullie normaal gesproken. Ja. Mag ik erin? Of moet ik dan mijn voeten, mijn schoenen uitdoen? Och jeetje. Oh. En heb je het dan niet koud? Soms wel. Oh. Bij de Jacobieten heeft ieder een eigen taak. Zo is er ook een echte kok die zijn vak heel serieus neemt. Het ruikt trouwens bijzonder lekker. Laat dat gezegd zijn alvast. Wie wil het eerste slagroom? Daar heb je niks aan thuis, maar... Nou, ik dan. Voor de mens. Wil je een kipje of een worstje? Ja, meekrijgen niet. Er zijn nog meer mensen. Nou, doen we maar een kipje. Ik hou niet van kip, maar... Het eten hier is in elk geval heel wat anders dan voorgebakken pizza of hamburger met friet met een speeltje erbij. Hoe vind je het eten? Best wel lekker. Wat houdt dat in? Best wel lekker, je hebt wel eens beter gegeten. Hallo. Ja? Oeh. Want jij vindt het altijd heel lekker, maar jij legt er nou uit. Oeh. Ze zijn wel streng, hè? Streng zeker, want in de riddertijd is geen plaats voor doetjes. En dus mag ik mijn mannelijkheid, of het gebrek eraan, op het slagveld tonen. Nee, maar anno nu is dat ook... Kun je mij beter gewoon met de vrouw in de keuken zetten en zo? Ja. Een beetje slappe ouwe hoeren dan dat ik met de man meega naar het voetbal of zo. Dus dat, ja. Dat is niks. Nou... Wat, kom maar. En dan, nu kan ik toch zo je gezicht raken. Pats. Oh, dan doe je zo. Oh, daar moet ik natuurlijk ook aan denken. Dat is nog best. Hop. Ja, ja. Nee, ik denk niet dat ik me echt bij de clan ga aansluiten. Hé, hey, maar ik vind het hartstikke gezellig. Maar het is de levenswijze van je ouders en niet die van mij. Dat jij daarin meegetrokken wordt... Prima. Maar ik ga lekker thuis slapen. Ja, vind je het goed? Dan kom ik morgen weer naar je toe. En kijken wat voor ontbijt je krijgt. Probeer die handen een beetje warm te houden. Kun je ze niet ergens in een van die zakken van die plates doen? Ik kom morgen... Nou, ik slaap eerst lekker uit. Nee. Denk ik. Nee. Nee, nee, ontbijt neem ik met jullie. Nee, ontbijt doe ik echt met jullie. Het is jullie. Nog half zeven. Slaap lekker in ieder geval. Dankjewel. Zwaard vechten, zelf je vuur stoken en de hele dag zorgen dat je overleeft. Je moet maar net zin hebben in zo'n levenswijze.